Hallo? 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 Zijn jullie er? Hallo, hallo. Test, test, oliebol. Test, oliebol. Oliebol. Oh, ja, kijk, ja. Okay. Ach, ze zijn er allemaal. Okay. Hartelijk welkom, jongens en meisjes, dames en heren, bij de speciaal ingelaste persconferentie vanuit het Groene Torentje door Titus en Fien. En Fien, ja. Ja, we hebben een persconferentie. Fijn dat er ook heel veel pers op af is gekomen. Ook. Dank u wel. Dank u wel. U mag nu even foto's maken. Ja. Heel goed, dan kunnen we nu door. We hebben namelijk een persconferentie, want we hebben... Breaking news! We hebben breaking news, dames en heren. Breaking news, dat betekent belangrijk nieuws. Heel belangrijk nieuws. Ja, want we zijn in verkoop. We zijn in... verkoop. We zijn in verkoop. Het is begonnen. Met wat? In verkoop zijn we. Ja, met wat? Brr. 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 Wat is dit? Brr. Wat is brr? Brr. Brr. Winter. Winter? Winter. Je hebt het koud. Nee, winter. Winter? Winter. Het is zomer. Titus, het is zomer. Nee, de winterrevue. Wow, ja, de winterrevue. Hij is in verkoop, joh. De Titus en Fien winterrevue. Door het hele land heen geven wij een spectaculaire show met grappen en grollen. Ja, met live band. Live band is er ook bij. Het wordt echt hartstikke leuk. We doen al onze grapjes weer, maar dan doen we het in een andere volgorde. Ja. Dus ja, we gaan van achter naar voren en van voor naar achter en iedereen ligt dubbel. Het is lachen, gieren, brullen. Het is meezingen, het is dansen, het is alles. En het is ook nog een beetje die winterse sfeer. Een beetje dat kerstgevoel heb je er ook nog bij, weet je wel. Dat je echt denkt, Denneboom, wat zijn je takken. Wonderschoon. Een beetje dat gevoel. En wanneer is de winterrevue, dat ze dat ook even weten? Ja, dat is dus zeg maar even van half december. Half december. En tot en met januari. Jongen, mooie tijd ook. Elke dag in de kerstvakantie zijn we dan in een theater in Nederland met die mooie winterrevue. We zijn er echt heel blij mee. Dus we zijn in verkoop, dames en heren. We zijn in verkoop. Koop uw ticket. Wat zegt u? Iets vragen? Ja. Het is niet de bedoeling dat mensen iets gaan vragen. Is het ook met vragen? Is het met vragen? We zouden toch zonder vragen? Ja. Nou. Eén vraag. Nou, okay. Nou, één vraag. De laatste. De laatste vraag. Laatste vraag. Ja. Hoe zit het met het sprookje? Hoe bedoel je een sprookje? Assepoester. Ik weet niet hoe mijn assepoester is. Wat is er met assepoester? Oh, dat wij spelen altijd in een sprookje. Ja. Ja, wij spelen altijd normaal in een sprookje. Normaal spelen wij in een sprookje. Ja. Maar dat doen we nu niet. Nu niet meer. Doen we dat niet meer? Nee, wij zijn gestopt met het sprookje. We gaan nu onze eigen show gaan we natuurlijk doen, Titus. Maar dan kunnen ze toch stoppen met dat sprookje? Hoezo? Nou ja, dat hoef je dan niet meer te doen. Hoezo niet? Ja, wij waren die show. Ja. Wij droegen die hele show. Daar vinden mensen toch helemaal niks meer aan. Nou, dat is onzin, Titus. Zonder Titus en Fien een sprookje is als een varken zonder staart. Nee, dat is onzin. Als dat is als een mol zonder hol. Sorry. Assepoester de Musical wordt fantastisch natuurlijk. Het is nu met een boze stiefmoeder en zo'n hele grappige stiefzoon en zo'n stiefdochter. Wat superleuk! Ik vind het nu al saai. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Assepoester is ook hartstikke leuk. Dus eerst kaartjes kopen voor de Titus en Fien Winterrevue en daarna voor Assepoester, want het is beide fantastisch. Maar wij zitten er niet meer in. Nee, dat is zo. Wij gaan door met onze eigen show. Dat moet ook. Als je YouTube-ster bent, als je een influencer bent, dan moet je een eigen show hebben. Misschien nog één keer foto's. Ja, één keer foto's, dames en heren. Eén keer foto's nog. Ja. Heel goed. Dank u wel. Nou, we zien jullie graag in het theater. Wil je tickets reserveren, ga je naar www.vanhoorne.com/tickets. Of je kan natuurlijk kijken op onze Instagram-pagina of op onze Facebook-pagina. Titus en Fien kan je namelijk overal vinden. Wij zijn influencers. Leuk, moet ik zeggen. Tot in het theater. Oké. Dag. Dag. Nog één keer foto's. Kom maar door. Foto's. Kunnen we elke dag zo'n foto's? De zijkant ook even. Ja.